Welkom terug, trouwe fans en nieuwelingen op het internet die graag filmpjes bekijken van auto's in welke context dan ook. Het zij poetsen, restauratie, show, nieuw, noem maar op. Welkom, mijn naam is Piet Boeren. Naast mij staat een BMW 125i uit 2010, cabrio met softtop. Waarvan ik de softtop inmiddels al gereinigd heb en mijn eigen softtop cleaner daarvoor gebruikt heb, is te verkrijgen in mijn webshop pietboeren-autodetailer.shop. En daarnaast ga ik de komende dagen mij bezighouden met het exterieur, de lak polijsten en dan vervolgens in de keramische coating zetten. De velgen die had ik al gedaan in de keramische coating, want die heb ik recentelijk nieuw aangeschaft. Inclusief de zomerbanden, de Michelins die eronder zitten. Dus dat is voor mij een kwestie van schoonmaken. Het laatste beetje schoonmaken en dan een beetje bandendressing. En dan is that's it. Het leer is aan de binnenkant in tip-top staat. Ik moet het alleen nog even reinigen, maar daar pak ik een andere moment voor. Goed. Softtop is klaar, die kan nu drogen. Nu ga ik aan de buitenkant beginnen, want je ziet dat hier en daar toch wel wat love marks op de wagen zitten. Voornamelijk met polijsten, als die in de zon staat, zie je hier en daar de vlammen in de lak zitten van iets te agressief polijsten. Dus dat is aan mij om dat eruit te gaan halen en uiteindelijk ontvetten en in de coating zetten. Vind je het leuk om de vlog te volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Uit mijn woorden heb je inmiddels wel kunnen begrijpen dat het om mijn eigen auto gaat. Die ik recentelijk sinds twee maanden nu in bezit heb. Ik denk 2 maanden al. Wat ik al aangaf, de velg heb ik al wel vervangen. Ik heb de remklauw heb ik geverfd. Ik heb de wielnaven heb ik geverfd. Matten heb ik inmiddels vervangen. Het leer heb ik allemaal al aangepakt. Ik moet dat alleen nog een keer schoonmaken. En ik ga nu de buitenkant aanpakken, zoals ik je net had verteld. Wat ik al zei, 125i, 3 liter, 6 cilinder ligt erin. Met een heerlijk atmosferisch blok. Indirecte inspuiting, dus niet zoveel problemen met het afzetten van koolstof op de kleppen en sealants en dat soort zaken. Als ik het goed heb. Want ik weet ook niet alles. Saffier zwart is de kleur. De interieur is Boston beige. Met een groenachtig bruin houten trim erin. Maar goed, dat zie je later wel in de vlog. De velgen heb ik inmiddels even afgedekt, want die zijn natuurlijk schoon. De kap heb ik even voor gedeeltelijk afgedekt met een gaatje in het midden, zodat ik ondertussen wel de kap kan drogen en kan ventileren. Ik heb even mijn chrome lijstjes even afgeplakt. En ik ga hem in de IGL keramische coating zetten. Ik weet nog niet welke. Misschien een poly of misschien de Kenzo. Ik weet nog niet, misschien wel Elixir, misschien wel Quartz Plus of de gewone Quartz. Maar dat ga ik je nog vertellen. Dan ben ik het toch voor mezelf nog niet helemaal over eens welke versie ik zal pakken. Want ze zijn eigenlijk alle 5 ontzettend goed. En het is een beetje een kwestie van je tijdsbestek, je tijdsplannen met het bezit van de auto. Waar je de coating tegenover kan zetten. Hè. Poly is een duurzaamheid van 12 maanden bij netjes wassen pH-neutrale producten. Hè, met de IGL-lijn kom je uit op 16 maanden, misschien zelfs iets langer. En dat geldt eigenlijk voor de opvolgende producten ook. Dus Quartz is minimaal 24, Elixir minimaal 36, Quartz Plus minimaal 48 en Kenzo de topper minimaal 60 maanden, dus 5 jaar. Hoogglans, wasgemak, waterafstotendheid, waar je gevoel hebt dat je continu nieuw rijdt. Mits, en dat moet ik er even goed bij zeggen, alles valt en staat met een goede ondergrond. Dus dat wil zeggen, goed gepolijst zijn, zonder de vlammen, de hologrammen en dat de krassen er nog in zitten. Goed ontvet,
met IGL pre-coat in dit geval. En dan pas coating plaatsen. Dan heb je het meest optimale gebruik en nut van een coating. Want ik zeg altijd maar zo, een huis op slechte palen sodemiet het ook in elkaar op den duur. Dus je fundatie moet echt goed zijn. Dus goed voorreinigen, gladde lak, polijsten, etc. Dat gezegd hebbende, ik ga mijn spullen met elkaar zoeken om in ieder geval eerst even de lak te ontvetten. Want de auto waar ik hem gekocht had, die hebben hem in een soort sealant gezet. En ik heb hem inmiddels al 1 keer of 2 keer gewassen. En de sealant doet op zich doet zijn werk, maar die moet er even af voordat ik een zuivere lak kan creëren voordat ik ga polijsten. Wederom, wil je de vlog graag volgen? Met gezond van een bakje koffie, een biertje, een wijntje, zakje popcorn, chips, walnoten, whatever. Ik zou zeggen, be my guest en stay tuned. Eerst even ontvetten. En dan zie je dat dus, ik had 1 kant heb ik al gedaan. En dat was, het lak is daar alweer zwarter als dat deze kant is. Want dan zal ik er bepaalde waas overheen van een sealant, een wax of wat dan ook. En ik zal je zo meteen even laten zien wat voor lichte schades er in de lak zitten. Goed, ik ga even de rest van de wagen afmaken en dan zie je me zo terug. Goed, ik had even gezegd, er zitten bepaalde love marks in. En nu ga ik even trachten dat met 2 handen te doen. Ik moet even ondertussen spieken op mijn camera. Er zit hier, zo, zit een soort witte waas van een polijsmachine. En die zit hier ook in, zo, die loopt zo. En die hangt hier ook een waas over. Hier hangt een hele witte waas over. Dat is, het is heel slecht op camera vast te leggen. Ik ga het toch proberen aan de hand van. Ik pak even de camera op. Dan ga ik toch even weer met de. Kijk, hier zie je hem. Je ziet een soort punt, een soort driehoek, die is donkerder als de omgeving. Dat zie ik in de lak. En dat soort vage plekken, kijk ook hier heb je er, ook hier heb je er eentje. Hier zit hij, ook een soort punt. Met de verkeerde polijsten. Ik even kijken, op zoek naar, ik had er nog een paar gevonden. Volgens mij op de motorkap. De motorkap is ook zo'n bepaalde waas op de blanke lak van het te agressief polijsten. Even kijken. Deze kant viel wel mee, geloof ik. Ja, kijk, daar zit natuurlijk wel wat, in. Ik bedoel, nou, het is niet voor niks zwart, hè? Dus dat blijft altijd lastig. Dan heb ik hier nog een kras. En ook op de kap zelf, de klep zelf zit een bepaalde waas. En die ga ik eruit halen. En in het kader meten is weten. De kap is een keer gespoten, misschien vanwege een steenslag, dat kan. Kijk, schadeherstel aan een auto is niet erg als het netjes gebeurt. En niet op budgettechnische reden even snel letterlijk en figuurlijk door de malle molen heen gehaald wordt. Waardoor dus uiteindelijk op later tijdstip het echte resultaat ervan zit hoe slecht een hersteljob gedaan kan zijn. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg belangrijk. Voor wil je een wagen netjes cosmetisch kunnen onderhouden, zal dus de basis wel goed moeten zijn. Want het heeft geen zin om op een
op een onbewerkte ondergrond materiaal te gaan zetten. Ik heb even met een rotary een klein stukje gepolijst. Let even niet op de krassen, die haal ik er nog uit. Maar dit bedoel ik dus met, hier zie je de scheidingslijn waar ik gestopt ben. Is met die witte waas die over de blanke lak heen hangt. En dit is zuivere blanke lak. En dan zie je wat het contrastverschil is. Een vergrijzing, het is wel zwart, maar dit is echt zwart-zwart. En zo hoort de lak te zijn. En dit soort zaken kom ik op meerdere plekken op de auto tegen. Maar misschien dat ik dat op een andere manier straks in beeld kan brengen. Om de lak iets minder structuur te geven, heb ik besloten om toch maar delen van de auto te gaan metzenden. Dus de lak schuren, nat schuren, om wat meer gladheid en minder structuur. Pakken we even de stofzuiger. In laagstand. Ik heb zo'n gele stofzuiger, ik zal het werk niet noemen. Waar je kan stofzuigen. Maar ook kan blazen. Ideaal. Zo, stapje richting herstel. Kijk, dat ziet er al een stuk beter uit. Klepje is klaar, inclusief de rand van de achtergedeelte. Spoilertje moet ik nog even voor de rest nog. En rest mij nog één keer polijsten in een fijne stap, laagste stap, maar dat doe ik pas als ik de hele auto gedaan heb. Hier ben ik aan het schuren geweest met 2000, 3000 en daarna compound en medium polijst. En de finish komt er nog overheen, maar dat doe ik pas als laatste als de hele auto klaar is. Thank you.
linkerzijde is al een heel stuk opgekrapt ten opzichte van de rechterzijde. De sinaasappelstructuur is een stuk minder geworden. 100% sinaasappel kun je wegkrijgen, maar dan hou je relatief gezien weer wat veel minder blanke lak over. En ik hou altijd graag wat marge, mocht ik in de toekomst toch een keertje moeten polijsten. Ik zie zoals het er nu uitziet, zo, qua overgang van links naar rechts of van rechts naar links, vind ik het een mooi resultaat. En dan is het kwestie van nog een aantal stappen verder doorpolijsten en dan uiteindelijk coating plaatsen. Tijd om een hapje te gaan eten. Het is inmiddels 1:15. En dan ben ik al zoet vanaf 8:00. De wagen gewassen, kap schoongemaakt en toen begonnen aan de rest van het traject. Inmiddels is nu de motorkap is zo nog op 1 stap polijsten na, net als de kofferklep is klaar. Hapje eten, wagen omhoog en dan gaan we de zijkanten doen. Dus wat ik denk ik ga doen is gewoon mijn ding doen. En dan misschien dat ik tussendoor wat shots maak waar ik op dat moment mee bezig ben. Want dan hoef ik niet het hele verhaal, hetgeen wat ik allemaal gedaan heb, vast te leggen op film. Tot zover. Even een hapje eten. Zo, het is inmiddels 9:30 s'avonds. Het wetzenden, het natschuren en het polijsten van de lak zit erop. Een aantal stappen natschuren en een aantal stappen polijsten. Ik ben vanochtend om 8:00 begonnen met wassen, de auto en de rest de kap schoonmaken. Toen naar binnen toe en de rest van de werkzaamheden zoals je nu op de vlog gezien hebt en het laatste stuk dan niet. Hij staat klaar voor morgen om te coaten. Maar wat ik morgenochtend eerst ga doen, is even de wagen even afplakken. En dan even de kap impregneren, dan is hij droog. En als dat gedaan is, dan ga ik beginnen aan het ontvetten van de lak. En dan de coating plaatsen. En ik ben er inmiddels uit wat ik ga doen. Ik ga IGL Elixir erop smeren. 36 maanden duurzame keramische coating. Die je kan onderhouden met IGL Premier. Waanzinnige sealant. Goed. 9:30 s'avonds. Ik vind het leuk geweest voor vandaag. Morgen weer een dag. En ik zou zeggen, tot de volgende shot voor jullie. En voor mij is het tot morgen. We zijn er weer. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zoals we altijd zeggen. Wat ik al zei. Hoop. Afplakken van de beamer. De beamer. Voor het impregneren van mijn softop. En ook niet op mijn lak, mijn gepolijste lak terecht te komen. Die ik uiteraard nog moet ontvetten. Zie ik dit toch graag als een van de klussen om een wagen netjes te houden met onder andere het verzorgen van mijn diensten, want uiteraard doe ik dit ook voor mijn klanten. Zo. Het
lijkt een beetje op zo'n, als je in de kapperzaak, de kapper zit, je hebt een zeiltje eromheen, nek afgesloten, nou, dat is het kapje ook, zo. Alleen haar wordt niet geïmpregneerd. Als het goed is. Je weet maar nooit tegenwoordig, met al die rare ideeën in de maatschappij tegenwoordig. Waar op een bepaalde vorm sociale anarchie hoogtij speelt. Nou is dit de long version, zoals ze dat dan noemen. Ja, doe maar. Hoppakee. Zo. Zo, ik ga even de rest afmaken en dan zien we zo terug. Kapje is afgeplakt. Tenminste, de auto is afgeplakt, niet het kapje, want dan wordt het lastig impregneren. En wat ik ga gebruiken is IGL Fabric. Een VOC Zero Water Repellent Liquid. Liquid for your soft top shoes, clothing, interior or whatever. Just kidding. No, seriously. Een van de beste producten voor impregneren van softtops. Of bekleding van je auto. En wat ik het fraaie van IGL producten vind is, je hoeft geen ademhalingsbescherming te dragen. Het is allemaal heel milieuvriendelijk materiaal. Daar staat de IGL ook onbekend. Daarom hou ik van dit product. Het is duurzaam. Goede technologie erachter. En uiteraard kun je alle IGL producten in mijn webshop vinden. Sorry, even voor je langs. Wil je me trouwens volgen op social media? Zo zie ik eruit van de achterkant. Goed, dit laat ik even drogen. En dan maak ik het laatste beetje maak ik even op. Of het laatste eroverheen nevelen. En dan is de kap weer waterafstotend. Nu de kap kan drogen en geïmpregneerd is, heb ik zelf mooi even de gelegenheid om even mijn velgen na te lopen en deze schoon te maken. Het is het voordeel van een poetsbrug. Niet altijd hoeven de velgen eraf, omdat ik er van de achterzijde bij kan. Goed. Toppie! Volgende! Tijd om te ontvetten. We gaan aan de coating beginnen. Na het compleet ontvetten hebben, wordt het tijd voor de coating.
Elixir. Zo, de BMW is klaar qua coating dan. Coating kan drogen. Morgen ga ik de laatste zaakjes afmaken. En dan, dit is het even tot zover. Dit kan in een goede omgeving drogen. Tot de volgende shot. En voor mij tot morgen. Yes. Het is zover. The next day. Even de ramen aan de binnenkant schoonmaken. En aan de buitenkant. Helder glas. Schoon glas. Zo, ik heb nog een aantal kleine zaakjes te doen. En dat is onder andere... Ramen binnenkant, buitenkant nog even doen. Uitstofzuigen. En dan nog de lak in de IGL Premier zetten. Zoals ik gisteren al aangaf. En dan is het eigenlijk voor mij om de vlog af te sluiten. En dan er een einde aan te breien. Dus ik ga even het glaswerk afmaken. En dan zien we zo even terug. Mijn projectje zit erop. De BMW is klaar. Ik ben zeer content. Met het behaalde resultaat. 100 punten kun je voor gaan. Maar daar heb ik bewust niet voor gekozen. Omdat ik nog marge wil hebben. Onthoud die. Goed. Cabrio is klaar. Eigenlijk alleen maar met de buitenkant bezig geweest. De binnenkant ga ik nog een keertje een andere keer doen. Had ik eigenlijk wel ingepland. Maar het liep allemaal een beetje uit. Klanten die tussendoor... komen met voor offertes. Dus ja, dan wordt je werk onderbroken. En dan, dan loopt langzamerhand de tijd loopt uit. Goed. Ik zou zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao. En uiteraard krijg je van mij nog even het bekende rondje van de zaak. Een plaatje. Al zeg ik het zelf. Thank you.
Thank you.